Hoe kunnen we pandemieën en andere rampen in de toekomst voorkomen? Zo'n 200 experts gaan daar onderzoek naar doen in een speciaal kenniscentrum in Rotterdam. Het idee hiervoor kwam van viroloog Marion Koopmans. De opening was sober. Kleine gebakjes met het logo van het centrum waren nog het meest frivool. Maar de ambitie is des te groter. Vooruitkijken naar onbekende gevaren. We hebben nu allemaal ervaren wat het is om een echte pandemie mee te maken en ja, hoe belangrijk preventie dus is. De wereld van tegenwoordig is meer dan ooit tevoren met elkaar in verbinding. Maar we kunnen ook vele andere risico's benoemen. Je kunt risico's benoemen die te maken hebben met klimaat. Risico's die te maken hebben met menselijk ingrijpen. En voorbeelden die we af en toe zien is ingrijpen op onze ICT-systemen. Keerzijde van meer risico's op nieuwe infecties en ook snelle verspreiding. Met de Mexicaanse griep in 2011 was eigenlijk de pandemie al voorbij toen de eerste studies bij patiënten konden gaan beginnen. Dat moet dus beter en moet anders. Wij zijn bezig met zoeken naar mogelijkheden om voor de toekomst ook beter voorbereid te zijn. Systemen om voorbereid te zijn op rampen, die grijpen op elkaar in, hebben heel veel paralleliteit, veel connectie. En dat was bij uitstek dat je dat ook nodig hebt voor die voorbereiding op pandemieën en rampen. We hebben nu allemaal ervaren hoe ongelooflijk groot de impact van zo'n pandemie is. Zowel op mensen, gezondheid, zorgsystemen als op de economie, als op de maatschappij. En als je kijkt naar hoeveel geld in de preventie gaat zitten, dat is om en bij de 1%. Hoeveel miljard hebben we uitgegeven de afgelopen jaar aan curatie van dit vraagstuk? Dus om en bij 70, 75 miljard. Dat is ongeveer een kwart van de nationale begroting. Laten we de krachten bundelen. Laten we gezamenlijk kijken naar die grote uitdagingen die er zijn. En op zoek gaan naar wat zit eraan te komen. Hoe voorspellen we dat? Hoe detecteren we dat tijdig? En wat kunnen we er vervolgens ook aan doen? PDPC biedt een unieke kans om intensief met elkaar te gaan samenwerken. Als je techniek en gezondheid bij elkaar brengt, dat je enorm veel oplossingen kan bedenken voor de toekomst. Dat is natuurlijk geweldig, omdat je met elkaar goud in handen hebt. Hoe gaan we de surveillance voor de toekomst inrichten? Hoe zit het met die overstromingseffecten? Nu een veilige stad te kunnen inrichten, maar juist ook de veilige deltastad van de toekomst. Voor de GGD zit het erin dat we de academische ideeën en modellering, et cetera, kunnen gebruiken in het veld om te kijken of we daarmee een beter beeld kunnen creëren van de risico's en mogelijk ook interventies kunnen uitproberen. Dus wij kunnen de praktijk aanbieden, het veld aanbieden aan de academie om zo te kijken of dat wat bedacht wordt ook werkt in de praktijk. Voor mij is dit geen instituut voor de regio, voor mij is dit instituut in spe voor het nationaal. Want we zullen elkaar allemaal hard nodig hebben. Mensen moeten klaar zijn om te beginnen als het nodig is. The message is clear and simple. The team and game plan need to be ready before the match starts. Binnen het nieuwe centrum is dit laboratorium het heilige der heiligen. Het kroonjuweel. Want het is zo ingericht dat de wetenschappers er, ondanks de gevaren die aan hun onderzoeken kleven, toch veilig kunnen werken.